Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe gadget video. Deze gadget video gaat over een hele eenvoudige manier van virtual reality. En dat begint met deze, de Cardboard van Google. Die ken je misschien al wel. Het is een stukje karton met daarin twee lensjes. En that's it, een klittenband. En daarin kun je je telefoon zetten met een VR app, een virtual reality app. Nou heb ik zelf een iPhone 5S, een paar jaar oud en niet het grootste model, maar hij is wel aardig voor virtual reality. En met zo'n cardboard krijg je toch al best wel een aardig idee. Dus ik start de goede app op. En dan vervolgens stop ik de telefoon in de cardboard. Zo. Met het scherm natuurlijk naar de lensjes toe. En dan is het een kwestie van kijken maar. Eigenlijk is dat al cool. En hartstikke leuk en laagdrempelig om met virtual reality aan de slag te gaan. Maar het kan nog cooler. Want ik heb toevallig vorige week via Twitter, zonder eigenlijk dat ik het wist, een virtual reality bril gewonnen. En dat is deze. De Bobo VR. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar via een website had ik die gewonnen. Ik had blijkbaar iets geretweet. Ik wist het niet meer. Maar ik kreeg deze thuis gestuurd. En dit is de nieuwe die ik nu dus heb. En hij lijkt heel erg op de cardboard, namelijk, hij is van plastic, het is een houder, er zitten twee lensjes in, dus wat dat betreft is hij hetzelfde. En hier gaat het klepje open en daar doe je je telefoon in. En ook hierbij geldt, hoe groter je telefoon, tot het moment dat hij niet meer past, hoe beter de kwaliteit. Maar het leuke is dus, dat als je hier je telefoon in stopt, die zit nog in de cardboard, even wachten. Als je telefoon hier in deze van de Bobo stopt, dat deze veel fijner zit op je hoofd. Zoals je ziet zit er ook een hoofdband bij en een relaxte rubberen rand. Dus je kan hem wat fijner dragen. En ook de kwaliteit is gewoon veel beter dat de vakjes van elkaar onderscheiden zijn. Dus je virtual reality ervaring is gewoon beter. Maar eens even kijken hoe dat is. Ik start de app weer op. Die zet hem erin. En dan gaat hij op het hoofd. Nou is het een beetje gek om zo naar iemand te kijken die virtual reality aan het kijken is. Want het is een hele persoonlijke ervaring. Dus je hebt er in feite niks aan als je dit zo ziet. Maar wel een goede tip als je met virtual reality bezig bent, want het valt in feite onder immersive learning. Echt leren door onderdompeling. En dat wordt alleen maar leuker als je ook goed geluid hebt. Dus wat heb ik meegenomen? Ik heb koptelefoontjes meegenomen. Die worden niet meegeleverd op enige wijze dan ook, maar je hebt ongetwijfeld thuis nog wel ergens koptelefoontjes liggen. En het fijne van zowel de cardboard als die plastic van Bobo is dat er wat ruimte in zit. Dus je kunt redelijk eenvoudig de oortelefoontjes, de koptelefoontjes inpluggen. En dan vervolgens die weer erin zetten. Oortjes in doen. Even kijken, links, rechts. Ja, dat klopt. En weer verder kijken. Als je nou nog een betere ervaring wil, dan heb je natuurlijk geen oortjes. Maar een draadloze koptelefoon via Bluetooth. Kwestie van aanzetten. Hij verbindt automatisch met de telefoon. De app staat aan. In de virtual reality bril. En dit gaat er een beetje gek uitzien, denk ik, maar ach, het gaat toch om mijn persoonlijke ervaring. Ups, okay. Dus we zetten die op. En dan moet ik even op zoek naar mijn koptelefoon. Gaat een beetje op de tast. Kijk eens. En dit is pas immersive learning.
een ontzettend gave manier om 360 graden video's te ervaren, games te spelen of echt op een compleet andere plek in de wereld te zijn. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.